De bestemmingsplannen voor Meerburgerpolder Zuid zijn vastgesteld. En dat betekent concreet dat daar de woningen die gepland zijn nu ook daadwerkelijk door de ontwikkelaar gerealiseerd kunnen worden. En wat minstens net zo belangrijk is, dat er nu ook met de supermarkt en de eventuele andere detailhandelsvoorzieningen die men plant, daarmee aan de slag gegaan kan worden. Hoeveel woningen gaan er komen? Er komen in totaal nog naar verwachting zo'n 550 appartementen komen erbij. En heeft dat nou ook gevolgen voor het treinstation? Is daar nu duidelijkheid over? Dat is weer een hele andere discussie. Daarover is nog steeds geen duidelijkheid. Maar dat is wel een onderwerp wat mij betreft op korte termijn vanuit de provincie duidelijkheid gaat opleveren. Dit is al een discussie die al een hele tijd loopt. Liggen brieven van de provincie van oktober van 2017. En nog steeds zijn daar geen concrete verdere stappen ingezet. Dus het wordt wat mij betreft tijd om dat dossier ook eens een keer op een goede manier af te ronden.